Het jongerenbeleid van Suriname moet worden gecentraliseerd. Suriname, dat binnen de CARICOM de portfolio jeugd draagt, zal de komende tijd conform handelen. Dit zei Mitesh Bagu, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut NJI, bij de officiële installatie van de eerste jeugdraadsleden. Bagu meent dat jongerenparticipatie de komende periode strak aangepakt zal worden. Vanuit NJI is er al een jongerenfonds goedgekeurd voor 2023, waarbij we een beroep zullen doen op alle jeugdraadsleden om samen te werken met jongerenorganisaties binnen uw district, binnen uw resort, om gezamenlijk projecten in te dienen tot een bedrag van 10.000, die we dan samen met die jongeren gaan uitvoeren. Jullie dienen als ambassadeurs, jullie zijn 29 gekozen, maar wij moeten alle jongeren in onze transformatie meenemen. Alle jongeren van Suriname moeten we meenemen. We moeten jongerenparticipatie decentraliseren naar alle delen van Suriname en alle jongeren van Suriname de kans geven om te participeren aan de ontwikkeling van hun eigen gebied. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geeft aan dat het weerbaar maken van jongeren prioriteit geniet bij het uitstippelen van jeugdbeleid. Een structurele oplossing is de uitvoering van probleemgericht beleid. Het is 1 voor 12, directeur Jeugdzaken, directeur NJI. We moeten gericht werken om dit soort zaken aan te pakken. We moeten gericht werken ook aan die wave van power, weerbaarheid, om onze jeugd weerbaarder te maken. Zodat ze toch wel op een meer verantwoordelijke wijze kunnen omgaan met de uitdagingen die op ze afkomen. Ik ben ook heel blij om vanochtend hier te zijn, omdat zoals is aangegeven door Mitesh, we een traject hebben ingezet om jeugdparticipatie in Suriname anders te structureren. En ik zeg altijd dat het niet gaat om een simpele rebranding. Want we gaan dit keer zaken anders doen voor wat betreft jeugdvertegenwoordiging. De volgende stap is om beleid te maken gericht op bevordering van de jeugd op alle gebieden. De 29 nieuwgekozen leden zijn vanaf vandaag actief en kunnen beginnen te werken aan jeugdbeleid van Suriname.